De pissende ijsbeer wordt hij genoemd. Dit kunstwerk staat sinds een maand bij een museum in Amersfoort. Ik vind het gewoon grappig. Ja, echt kunst. It seems like a waterfall for me. Als je zelf nodig moet plassen, dus is dat het probleem. Iedere paar minuten plast de ijsbeer in de gracht, ook 's nachts. En daar waren veel buurtbewoners niet zo blij mee. Het gekletter maakte veel herrie. In dit geval was het zo dat bewoners hier toch ook 's nachts een beetje wakker werden van al het geplas. En toen hebben we gezegd van nou, dan is het ook niet zo erg als hij tussen 12 en 7 niet meer doet. Dus tussen 12 en 7 plast hij even niet. En de rest van de dag laten we de beer gewoon weer zijn gang gaan. De pissende ijsbeer is gemaakt door kunstenaar Florentijn Hofman. Hij maakt vaker kunstwerken van enorme dieren. Zoals deze badeenden die overal ter wereld te zien waren. En dit gigantische konijn. Volgens de museumdirecteur laat de ijsbeer zien hoe slecht mensen met de natuur omgaan. De ijsbeer die plast heel hufterig hier in de gracht. En dat staat eigenlijk voor de hufterigheid van de mens ten opzichte van de natuur. Het klimaat dat nu met zo'n enorme snelheid aan het veranderen is. Dat er heel veel dingen fout gaan, dat geloof ik wel. Dus dat als een soort tegenreactie vind ik dat eigenlijk wel heel goed bedacht. Ik vind hem heel leuk. Ja, echt waar. De pissende ijsbeer staat er nog tot eind november.